Jair Tjonenfadi zit in Zwitserland. Hij traint daar keihard voor de Olympische Spelen die volgend jaar gehouden zullen worden in Tokio. We weten allemaal dus dat deze Spelen dit jaar vanwege de COVID-pandemie eigenlijk uitgesteld is geworden. En atleten die zich hebben geplaatst, en Jair is de eerste atleet geweest vanuit Suriname die zich officieel wist te plaatsen voor de Olympische Spelen. Laten we samen kijken en luisteren naar het gesprek welke ik heb gehad met Jair Tjonenfa. Jair, alles goed daar bij jou in Zwitserland? Ja, alles goed hier. We zijn normaal aan het trainen. Mijn heel team is al terug, dus ja, het lukt wel. Kan je even vertellen hoe je trainingsschema op dit moment eruit ziet? Op dit moment? Oh, ik kom net van de gym. Vandaag was echt een zware dag. We trainen elke dag, behalve op zondag. We hebben 's morgens hebben we wattbike sprints. En in de middag zijn we op de baan of in de gym. Ja. En hoe lang gaan deze trainingen duren? 'S morgens hebben we meestal rond 30 minuten zijn we op de rolbank of op de wattbike. En als we in de gym zijn, is het ongeveer drie tot vier uren maximaal. En op de baan 3 uren. We zijn met 2 jongens van Trinidad. 1 van Zuid-Afrika, 1 van Thailand. En een meisje van Italië. Heb je idee wanneer er eventuele weerwedstrijden op het programma staan? Voorlopig pas volgend jaar. We hadden een wedstrijd in december, maar die is afgelast wegens de nieuwe restricties die we hier in Zwitserland hebben. Oké. Maar tot nu toe is de eerste wedstrijd in maart. We hebben maart, april, mei hebben we 3 World Cups, maar worden nu Nations Cups genoemd. Oké. Okay. Dus, en waar worden die dan gehouden? Er zijn 3, eentje in Hongkong, eentje in Colombia en eentje in Engeland. Okay. Ik denk dat we alleen de ene in Hongkong en Engeland doen, niet in Colombia. Waarom specifiek? Omdat mijn coach niet vindt Colombia niet echt een... vindt het niet waard om zo ver te racen. Ik las deze week dat de UCI bezig is met een Champions League te maken voor wielrennen. En deze Champions League houdt in dus dat het ook aantrekkelijker is voor het publiek met betrekking tot televisie. Hoe kijk je daar tegenaan en kan je even uitleggen hoe het eruit zal zien? Ik vind het echt goed. Baanwielrennen is niet echt iets dat je op tv ziet. Klopt. Dus dat nu een evenement is dat wel op tv is, vind ik wel heel goed. En de rijders worden wel betaald. Top 18 rijders in de wereld mogen alleen deelnemen. Dus top 9 van de sprint en top 9 van de keirin. Dus hetzelfde als het Olympisch kwalificatiesysteem. Als je alweer gekwalificeerd via de sprint, dan neem je geen plaats in de keirin. Dus dan gaat die plaats gewoon door naar de volgende. Dus het is top 9 sprint en top 9 keirin. En het is per wedstrijd. Er zijn 6 wedstrijden in 6 weken. In 6 verschillende landen. En het is $10,000 voor elke wedstrijd. Dat voor de winnaar alleen? Ja, de winnaar krijgt $10,000 en dan wordt het telkens minder aan de hand van waar je eindigt. Oké. Okay. Wat zijn jouw kansen en perspectieven voor zo'n Champions League? Kwalificeren voor die wedstrijden denk ik niet dat het zo moeilijk is, omdat ik normaliter al in de top 10 zit in de wereld. Oké. Okay. Dus dat is niet echt moeilijk te doen. En als ik het goed heb, zal die league in november starten en dan zal men november en december rijden. Hè? Klopt dat? Ja, dat klopt. Het zijn wel... de wedstrijden zijn wel aangepast. Het is niet een traditionele sprintwedstrijd. Normaliter zijn matchsprints 3 rondes. En ik denk dat het bij deze wedstrijd maar 2 rondes zijn.
En de keirin wordt ook aangepast. Maar ik weet niet precies hoe. Ik denk dat het ook van 3 rondes naar 2 rondes gaat. Of van 4 naar 2, denk ik. De sprint, dat normaliter met 2 mensen gereden wordt, wordt met 3 gereden, denk ik. Maar als het 2 rondes zijn, stel 2 verschillende mensen winnen 1, hoe komen ze dan uit met de winnaar? Hoe gaat dat werken? Dus misschien zijn de eerste rondes alleen met 3 mensen en dan de finale is nog steeds met 2. Oh, okay. Maar ik ken het exact formaat van die wedstrijden niet uit het hoofd. Oké. Nee, ziet er eigenlijk goed uit. In ieder geval lekker spannend ook. Ja, want je hebt eerst, denk ik, volgens mij is het 2 uur of 3 uur maximaal dat die wedstrijd kan duren. Precies. Ja. En het feit is dat men nu ook prijzengeld aan verbindt, maakt het ook aantrekkelijker voor de wielrenners. Hè? Ja, sowieso. Want afgelopen jaar was het alleen voor de top 3 van het hele World Cup seizoen. Oh. Het was wel, voor de winnaar was het 10.000, voor tweede plaats 5.000 en dan voor de derde 3.000. En ja, ik was als 4e geëindigd, dus ja, ik heb niets gehad. Je hebt die Nyan net gemist. Ja. Oké, maar dat neemt je animo niet weg. Met betrekking tot, nee. Met betrekking tot de road to Tokyo, hoe en wat? Als je naar training kijkt, gaat het wel goed. Natuurlijk heb ik nog heel wat materiaal nodig. We zijn iets minder dan 1 jaar verwijderd nu. We hebben pas een nieuwe fiets besteld. Of ik heb al een nieuwe fiets, maar we hebben een die ik van de UCI heb gehad, althans. En ik heb een nieuwe fiets besteld. Hetzelfde waarop ik nu rijd, dat mijn wedstrijdfiets wordt. Die geweldige nieuwe fiets. Ja. Ja, dus nu moeten we nog een skinsuit kopen. We moeten nog nieuwe schoenen kopen. Nog wielen kopen. Ja, dus falen zijn nog wat. We hebben nog heel wat geld nodig. Ja. En wat dat betreft loopt het helemaal niet goed vanuit Suriname, hè? Nee, niet echt. Op dit moment niet. Voor zover ik weet, hebben we nog niet echt iets gehad. Maar hopelijk komt er verandering daaraan. Ja. Want ja, het is moeilijk om voor te bereiden als je geen geld hebt, als je materiaal niet kan kopen. Ik ga ervan uit dus dat men ook kijkt en luistert naar dit programma. Dat er vanuit de overheid, met name het ministerie van Sport, toch iets wordt gedaan naar de topsporters. En in jouw geval de eerste enige atleet die zich tot nog toe formeel heeft gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Het is dan jammer dus dat die ondersteuning er dan niet is. Ja, dat vind ik wel jammer. Na mijn kwalificatie was ik wel in Suriname voor een week, denk ik. En we hadden wel met ze gesproken, maar dat was natuurlijk de vorige regering. Klopt. En ja, ik denk niet dat we verder iets van ze hadden gehoord na die meeting. Dus ja. Met betrekking tot bedrijven, ook niks vanuit die kant hier uit Suriname, Jay? Nee, bedrijven. Ja, er zijn wel een paar bedrijven die er sinds het begin, ja, die me sinds het begin hebben ondersteund. Yeah. Maar alleen is het niet voldoende, hè? Het is natuurlijk, helpt het heel wat, natuurlijk. Ik stel het heel op prijs, natuurlijk. Daar niet van. Maar ja, het is wel, het is niet nog, ik heb nog niet precies wat ik nodig heb. Je bent eigenlijk top. En op dit niveau praat je over andere financiën. Vooral waar je moet voorbereiden op de Olympische Spelen. Ja, we moeten, ja. Vooral gewoon het materiaal dat we nog nodig hebben voor de Olympische Spelen. En dat we nog met 2 coaches naar de Olympische Spelen moeten reizen. Mm. En we hebben nog een trainingskamp die we hebben in januari. We hebben een trainingskamp in Korea voor de Olympische Spelen nog steeds. En dat moet allemaal nog betaald worden.
Nou, mijn ouders hadden, toen ik in Suriname was, hadden we een financieel plaatje gemaakt. Maar ik weet niet precies, ik weet niet exact hoeveel het is, maar mijn moeder moet dat wel weten. Okay. Maar ik precies weet, ik denk dat het rond de 30 of 40.000 US dollar zat. Ja, ja, heeft het gehoord. Met betrekking dus tot ondersteuning, financiële ondersteuning. Ik kan u zeggen dus dat het bedrag wel dat jij hier nodig heeft, 47.000 US dollars is. Dat zal alles dekken tot en met de Olympische Spelen. En jammer genoeg is dat geld nog niet bij elkaar. Hij heeft een vaste ondersteuning vanuit het IOC middels de Olympic Solidarity ondersteuning. En vanuit de overheid krijgt Jair jammer genoeg niks. En wat het bedrijfsleven betreft zijn er een paar kleine bedrijven die hem ondersteunen. Maar dat is lang niet voldoende om onze topatleet die zich voorbereidt op de Olympische Spelen die ondersteuning te geven waarop hij recht heeft. En jammer in deze is dus dat we altijd merken dat wanneer atleten terugkeren met een goed resultaat, dat politici en bepaalde figuren rondom deze atleten gaan staan om in de picture te komen. Terwijl als het erom gaat dat de atleet ondersteund wordt bij zijn voorbereiding, bij zijn training, dan zie je niemand. Ik denk dus dat aan deze attitude eigenlijk een verandering moet komen. We praten niet over een zomaar atleet. Het is één van onze elite-atleten. En elite-atleten die moeten sowieso de ondersteuning krijgen van de overheid. We kijken uit wat er verder hiermee gebeurt. En in principe denk ik dat het goed is dat ik ook contact opneem met het ministerie van Sport en Jeugdzaken om te horen vanuit hun kant wat er eventueel gebeurt met onze topatleten.